eigen vragen stellen. Wat natuurlijk bij hoort bij dat album van de maand. Want elke maand gaan we dat dus ook verloten, dat album. En voor deze maand geldt dus de vraag: wat was de eerste landelijke single van Danny Zuiderwijk? Straks aan het einde van deze uitzending krijgt u natuurlijk de oplossing. En gaan we ook de prijswinnaar bekendmaken wie dit album heeft gewonnen. Met daarbij natuurlijk ook de bon, de waardebon van die hele grote zaak in onze gemeente, waar je allerlei elektrische spulletjes kunt kopen. Mag ik de naam niet noemen, hè? Nee, zou ik graag willen, maar dat mag niet. Maar ze zeggen wel dat zo techniek altijd moet. Nou ja, of dat zo is, dat weet ik niet. Dat laat ik aan u over. De waardebon die heeft een waarde van €15 en is in te wisselen over het gehele assortiment. Behalve opwaardeerkaarten voor de mobiele telefoon. Want dat mag u echt niet voorhalen. Goed, weet u dat ook alweer. Ah goed, we gaan luisteren naar een single van Marco de Hollander. Wie is Marco de Hollander? Nou, het lijkt me overbodig om dat uit te leggen, want iedereen weet wie dat is. Een zanger die heeft een nieuw album gemaakt en heeft ook een nieuwe single. En heeft ook al een beetje vooruitzien. Regeren is vooruitzien, dus hij heeft ook al gelijk een nieuwe kerstsingle gemaakt. Dat gaan we straks doen. Laten we eerst even luisteren naar jouw eerste single. Die staat ook op dat album, Marco. Ja, het staat erop. Ja? Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag. Ja. Uiteraard, jij hebt ook een eigen radioprogramma daar. Ik kon me net uitrollen. Je zit van 10 tot 12? Nee, van 10 tot 1. Dus ik had vanochtend eerst mijn uitzending. En dan gaan we zelf weer op. En dan rap naar hier toe. Ja, maar het is weer leuk. Ja. Jouw radioprogramma, nou, vertel eens wat over dat radioprogramma wat je daar doet. Want, ik draai al heel wat jaartjes, want de omroep is van mijn vader. Sinds kleine jongen al zit ik achter de knoppen. Kleine jongen, plat poetsen. Ja, ook een nieuwe single. Ja. Maar dat programma, de Sterrenshow, de PlayStation. Sinds een aantal jaren en dan komen alle artiesten 's ochtends bij mij op zaterdag op de koffie. En van jou komen ze naar ons. En de meeste komen ze dan weer door en dat hoor ik dan vaak. En dan zeg ik vaak: doen ze de groeten. Ja. Dus elke zaterdagochtend tussen 10 en 1 ontvangen we de leukste Nederlandstalige artiesten in Ter Aar. Ja, wat jij doet in Ter Aar, doen wij hier. Wij, bij ons komen ze echt een uur lang aan tafel en dan bellen we met artiesten tussendoor. En dan is het met broodjes, koffie en echt een soort buffet voor hem gezellig meegenieten. Goed, dat rijprogramma, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe bedenk je dat? Hoe heb jij bedacht dat dan? Nou ja, onze omroep draait 24 uur per dag Nederlandstalig bij ons in Ter Aar, in Zuid-Holland. Dus bij ons moest het format natuurlijk Nederlandstalig zijn. Maar dat komt tot stand eigenlijk door gewoon het programma leuk in te vullen. Ja, de artiest al naar de studio te halen en dan tussendoor nog iemand bellen. En dan vaak is dat een nieuw aankomend talent. Of dan wordt er dan over de single gesproken. En dan ontstaat er ook een drieluik gesprek met zo'n artiest. Dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Maar vooral moet het loskomen. Het is zaterdagochtend en we starten gewoon vrolijk en gezellig. En wat er besproken wordt, zien we dan weer. Want ik bereid eigenlijk nooit niks voor. En dat vind ik het allerleukste. Jij bereidt het programma nooit voor? Nooit, nee. Dat is denk ik het spontaanste, vind ik. Want ik vind het gewoon leuk om het over te hebben waar het op dat moment over gaat. De artiest komt aan tafel en een uur lang is het eigenlijk altijd praten over niet alleen maar het zingen. Want heel veel mensen vinden het leuk om dat wel over te horen. Maar die vinden het ook heel leuk om wat schuilt er nou achter die artiest. En wat is dat voor een figuur? Hoe drinkt hij zijn koffie? En dat soort vragen vind ik leuk. En hoe drink jij je koffie dan? Nou, ik drink koffie met suikermelk. Maar vandaag zit ik lekker aan de thee. En wat voor thee drink je dan? Ik kreeg hier de originele thee aangeboden, dus dat heb ik dan maar genuttigd. Hè? Ja, maar met hij ook alleen maar originele muziek. Ja, dat moet ook, dat is het leukste. Want kopieën mag je niet draaien. Hè? Nee, doe mij ook niet. Ja, mag niet volgens de wet. Hè? Nee, dat mag heel veel niet van de wet. Nee, je mag zoveel niet. Dat mag niet. Nee, goed, Marco, jouw radioprogramma is elke zaterdagochtend. Is het een lokaal omroep? Ondertussen wel voor 13 gemeentes alweer. Dus dat is wel heel erg aan het groeien. 13 gemeentes? Ja, dus daar zijn we heel trots op. Dus dat is heel groot geworden bij ons in Zuid-Holland. En bij ons is er verder geen Nederlandstalige omroep te vinden in de buurt. Dus wij doen het 24 uur per dag. Ja, en daarmee... En welke gemeenten vallen er onder Ter Aar? Nieuwkopen, Zevenhoven, Nieuwveen, Woerdense Verlaat. Allemaal die gemeentes Ter Aar. En daar zit maar één lokale omroep in Ter Aar. Alsjeblieft. Hebben we nog wat in te halen dan? Wij hebben hier twee gemeentes. Maar is toch leuk? Ja, zeg maar. En hoe lang bestaan jullie allemaal? De omroep bestaat zelf alweer zo'n 23 jaar. Maar daarvoor was mijn vader alweer zo'n 10, 12 jaar piraat. Dus we zijn een gevestigde omroep alweer van 35 jaar historie. 35 jaar historie? Ja. Wij lopen al zo'n kleine 40 jaar mee. Nou, zijn we al bijna even oud dan. Ja, precies. Nou. Ja. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Goed, Marco, doe jij ook een beetje van die... Want daar heb ik wel, ik hou jou een beetje bij, op internet. Ja, mag. En op Twitter en zo. Ja, we weten al wat van elkaar. Jij doet ook een beetje bootreisjes, hè, met artiesten.
Nou, ik doe het hele jaar door heel veel ondernemen. Ja, ik organiseer veel, omdat vanuit de omroep, vanuit de fans die ik achter me heb staan, heb ik ook denk ik wat meer makkelijk mogelijkheid. Ik kan heel snel mensen bereiken. En dat doe ik dan ook met veel plezier. Ik heb een heel programma elk jaar. We beginnen volgend januari lachend het nieuwe jaar in. Is een conferentiemiddag wat uit de omroep is ontstaan. Heb ik in maart en in juni altijd twee feestavonden. In juli en augustus ga ik varen met de fans. En dan in oktober doe ik één keer groot de sporthal, dus de Sterren Gala Feest. Waar ik smiddags een concert organiseer voor de gehandicapten en s'avonds het grote feest, zeg maar. Nou, dit jaar hebben we dan bijvoorbeeld het nieuwe album daarin gepresenteerd. En dan heb ik in december altijd weer de kerstshow en dan is het jaar weer voorbij. En hoe krijg je het allemaal voor elkaar geregeld? Want daar gaat toch wel wat uurtjes in zitten, of niet? Ja, maar ik ken een hoop artiesten, dus dat scheelt er ook. Ja, die komen voor niks. Nee, dan boek ik ze bij jou. Want als ze bij jou voor niks komen, dan kijk ik ze beter bij jou boeken. Nee, gelukkig, als je leuke artiesten wil, moet je er ook soms voor betalen. En dat is ook helemaal niet erg. Want je wilt het publiek toch een leuk programma bieden. Ja, maar je hebt daar sponsors voor. Maar mensen betalen gewoon een entreekaartje. Dus daaruit kun je denk ik ook veel ondernemen. En dat je weet is, als mensen gewoon een kaartje kopen, verwachten ze ook dat ze wat leuks krijgen. En ja, dit jaar bijvoorbeeld met de kerstshow komt Charlene en John de Bever, Danny de Maro, de Moonlight. Nou, en ik zelf dan ook nog. Ja, en dan kun je weer een leuk programma met eten erbij bieden. Nou ja, en zo kun je iets creëren. En ja, daar moet je niet al te moeilijk over doen. Gewoon ondernemen, dat is leuk. Goed, maar we gaan even eerst luisteren naar jouw single. Helemaal leuk. Die staat ook op dat album, die single. Hoe heet die single? Het leven is te mooi. Het leven is te mooi. Het is toch mooi? Het is heel mooi. Ik vind het geweldig. Ja, ik zou het voor graag willen missen, het leven. Nee, ja, ik ook niet. Ik rijd dat ook niet in, hoor. Iedereen zegt wel vroeg van, God, je werkt bij de radio of je doet wat. Dat is heel erg, ja. Je bent... Het is een virus, toch? Of niet? Ja. Ik denk het wel, ja. Als je het meekrijgt en je vindt het zo leuk, ja, dan kost het ook geen moeite om te doen ook. Nee. En dat heb ik ook. Ja, okay. Het leven is te mooi. Marco de Hollander.